Op maandag 20 januari organiseerde de kerken uit Almkerk een themaavond over eenzaamheid. We hebben met drie kerken samen een themaavond inderdaad over het thema eenzaamheid georganiseerd. Omdat we wel toch ook merken dat dat ook hier in Almkerk, hier in de omgeving ook speelt. Het is gewoon goed om daar met elkaar over na te denken. Wat is onze eigen rol daarin? Wat is je rol als je zelf eenzaam bent? Maar wat is ook je rol als je iemand anders wil helpen die zich misschien eenzaam voelt? En hoe herken je dat? We zijn heel erg blij met dit initiatief van de gezamenlijke diaconieën. Om dat thema onder de aandacht te brengen. En ik zie ook heel veel mensen binnenkomen, jong en oud. Want er wordt bij eenzaamheid ook wel eens gedacht dat het alleen over ouderen gaat. Maar het gaat ook, helaas moet ik zeggen, ook wel eens over jongeren. Ja, heel in het kort is eenzaamheid is je niet verbonden voelen. Mensen hebben een diepe behoefte om in verbinding te staan tot elkaar. En op het moment als daar een kink in de kabel komt, dan krijgen we gevoelens van eenzaamheid. Ja, we proberen natuurlijk als gemeente om onze gemeenteleden ook in het oog te houden. Maar we willen juist ook wel echt oog hebben voor mensen die niet naar de kerk gaan. Ook als kerk. We zijn er ook voor iedereen. Eenzaamheid is best wel lastig te herkennen, omdat mensen zich vaak ook schamen voor eenzaamheid, verbergen ze het vaak ook en willen ze het eigenlijk ook niet laten zien. Soms komen we het wel op het spoor doordat mensen in hun gedrag vastlopen of zelfs psychische of lichamelijke klachten krijgen die dan blijken voort te komen uit eenzaamheid. We hebben vanavond denk ik wel weer wat eye-openers gehoord rondom eenzaamheid. Sowieso ook het punt dat eenzaamheid echt van alle leeftijden is en bij alle categorieën mensen voorkomt. Maar ook dat eenzaamheid bij iedereen wel voorkomt. Nou, ook landelijk is er aandacht voor dit thema al een paar jaar. Het ministerie investeert daar ook in. Wij doen aan dat programma mee als gemeente Altena. En inderdaad, ik heb afgelopen woensdag mijn handtekening gezet onder het convenant. En dat houdt eigenlijk in dat je lokaal ook hard maakt voor dit thema. En daarom zijn we natuurlijk ook blij met dit soort initiatieven. Waarbij de kerken dit thema op de kaart zetten. En vanuit de gemeente doen we dat natuurlijk ook. En zo versterken we elkaar. Als je in je omgeving eenzame mensen herkent of kent, dan kun je best het gesprek aangaan, vooral gericht op hoe het voor diegene is om zich eenzaam te voelen. Dus voorkom allerlei adviezen van je moet dit gaan doen of je moet dat gaan doen. Breng vooral en allereerst begrip op en blijf weg bij het oordeel. Veroordeel de eenzaamheid niet of de eenzame. Want dan duw je iemand alleen maar verder die eenzaamheid in. Het is niet bij iedereen een probleem. Maar iedereen heeft fases in het leven of momenten waarin je je gewoon niet verbonden voelt met andere mensen. Dus dat vond ik ook gewoon heel verhelderend. Ook als je een druk sociaal netwerk hebt en je gewoon werkt of gewoon een leuke familie hebt, kun je toch van binnen best eenzaamheid ervaren. En het is ook goed om daar aandacht voor te hebben.